dansen op TikTok is superleuk. Gewoon alles losshaken en net doen alsof je een grote TikTokster bent, zoals Charlie D'Amelio of Bella Poarch. Maar voor je kan schitteren op het scherm, moet je al die danspassen leren. Hoe doe je dat? Ik doe gewoon mijn telefoon op een tafel en dan probeer ik een slow motion. Als ik een TikTok-dansje oefen, dan zet ik dat op mijn bed en ja, dan oefen ik dat een paar keer. Maar het kan ook anders, want verschillende dansscholen organiseren nu ook speciale TikTok-danslessen. Want TikTok-les, dat is helemaal iets anders dan breakdance, hip-hop of ballet. Ja, TikTok-dansjes, dat is helemaal anders dan de andere dansstijlen. Maar ik merk dat het de laatste jaren super populair is en dat heel veel dansers bij mij TikTok-dance willen doen. Dus daarom doen wij ook vaak TikTok-dansjes tijdens de dansles. Dat is niet altijd gemakkelijk, pas op, maar wel heel leuk om te doen. Ik zou het wel gemakkelijker vinden als het op een school is, want dan is er een leraar die zegt van dat kan nog beter. Het zou handiger zijn dat je dat op een school gaat leren, want dan heb je meer oefentijd en kan je meer dansjes in 1 uur of zo leren. Ja, zo kan het allemaal ietsje sneller gaan. Al is dansen in je slaapkamer ook gewoon superleuk. Merci om te kijken naar de video. We hebben er nog veel meer, dus vergeet niet te liken. En abonneren op ons kanaal, hè.